Tim Cornelis, je bent de trainer van Vitesse, die vanmiddag hier op het veld van SV Almelo zomaar de finale wint. Of is het niet zomaar? Ja, goed, als we meedoen maken we altijd de kans om te winnen volgens mij. Dus zomaar vind ik een beetje tekort doen aan mijn ploeg. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het voetbal wat wij speelden niet altijd even goed was. Ik heb betere ploegen gezien. Maar uiteindelijk telt het om het resultaat. En ja, dat hoort ook bij het voetbal. Tim, we waren eigenlijk al verbaasd dat er twee Nederlandse ploegen in de finale zaten. Gezien het enorme deelnemersveld wat hier de afgelopen 3 dagen Acte Bazals heeft gegeven. Ja, dat klopt. Bij de inschrijving van het toernooi zag je ook het deelnemersveld. En dachten van, nou, dat is een mooie ervaring voor de jongens. He, topploegen zoals Juventus, Zenit Sint-Petersburg. Ja, en als we dan samen met Sparta in de finale staan. Ja, dat is ook wel weer mooi voor het Nederlandse jeugdvoetbal. Je weet natuurlijk wat jouw eigen ploeg kan. Toen jij hier afgelopen donderdag naartoe kwam, had je toen al in de gedachte van we kunnen ver komen? Nee, want ik weet de kracht niet van Zenit. En je denkt dat het goed is, maar ja, vorige week hebben we ook een toernooi gehad. Toen wonnen we ook van Chelsea. Dus we konden eigenlijk alleen Leverkusen, daar hadden we vorige week tegen getraind of gespeeld. En voor de rest was het allemaal nog een vraagteken. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de komst. En ik wens de deelnemers een goede terugreis. En ja, graag zien we elkaar terug over een jaar. Van de PFA U13-tournament. Wij zijn kampioen! 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 Bokke Boesma, je wint het toernooi. Een heel belangrijk toernooi. En door een doelpunt van jou. Ja, het was natuurlijk fantastisch. Ik zag de bal als een vrije trap en hij ging over me heen. En ik dacht, ja, ik wil alles doen om deze bal te scoren. En ik zag de keeper iets voor zijn goal staan. Dus ik dacht, ik schiet hem over hem heen. En die kwam er prima in, maar even daarvoor had je ook al een hele gerede goede kans. Ja, ik kreeg de bal aan de zijlijn en ik nam hem mee en toen zag ik de been openstaan, dus ik dacht ik speel er doorheen. En dat lukte net niet? Nee, het lukte net niet. Ik werd net gestopt door nog een speler van Sparta. Maar desalniettemin, vond jij het een moeilijke wedstrijd, de finale? Ik vond het minder begonnen, maar met het team hebben we hard gewerkt. En daardoor hebben we nu ook deze overwinning en dus het... gevonden.